Oké. Okay. Ik uh, ben naar Londen geweest. Voor ja, Indiana man. Jones. Ja, man. Vertel. Uh, Brand los. <laughs> nou, ten eerste, het was echt een klassieke in- en out burger momentje, zeg maar. Van ik, maar, uh, da maar dat lag aan jezelf, toch? Nou, ja. Ze zeiden van: Oké, okay, je kan naar Londen <laughs> voor Indiana Jones. Uh, donderdag heen, vrijdag terug. Maar ik had vrijdagavond. Uh, moest ik ergens anders zijn. Plannen. Ik zei van ja, ik, ik moet, uh, ja, ik ik moet dan terug zijn. Ze zeiden: Oké. Okay, doen we donderdag heen en weer? Nou, dat had ook niet gehoeven. Ik wil gewoon, gewoon voor die avond weer terug zijn. Maar goed, uh, heen en weer. Ik ben zeven uh, uur uh, op de trein gestapt. En ik kwam om twaalf uur s'nachts weer terug. Um, in de tussentijd de game gespeeld. Um, was in een heel vet gebouwd Two Temple Place um, in Londen. Echt hartje Londen. Uh, naast de Thames. En het is een art gallery. Dus ik kwam daar binnen. Het is echt zo heel mooi aangekleed. Ik denk echt van, oh, dit zou echt een, een plek zijn waar de Nazis als eerste heen zouden gaan. Om de boel leeg te roven. Zeg maar. Het is belangrijk in een museum. Ja. Dus uh, echt iets van anderhalf uur geluncht. En dat was, was super lekker. op een gegeven moment uh, iets van twee uur een demo uh, gehad. En dat was echt, uh, echt wel cool. Maar ik had, kijk, Indiana Jones. Ik denk dat heel veel mensen een soort van bedenkingen hebben... bij het first-person element, zeg maar. Ja, Want zeker. een adventure game op die manier spelen... het is niet echt een van de meest logische manieren om dat te doen. Maar ik heb altijd een beetje hetzelfde gehad... maar tegelijkertijd zegt mijn achterhoofd continu van... ja, maar het is machine games. Uh, precies. En machine games, uh, die mensen die daarachter zitten... die hebben bijvoorbeeld ook uh, Chronicles of Riddick gemaakt... Oh ja. Yeah. Uh, the Escape Darkness. Game from Butcher Bay, ja, dat is een goede game. Ja, dat was uh, oorspronkelijk the darkness. nog een The wow. Darkness, ook yeah. nog inderdaad. En en uh, de Wolfenstein games. Yeah. En die zijn allemaal first person yeah. en allemaal vertellen ze gewoon echt een heel sterk, sterk geschreven verhaal. Yeah. Dus um, ik heb er altijd wel een soort van vertrouwen in gehad. Maar tegelijkertijd, weet je, melee combat in first Precies. person. Ja, want dat waren wel allemaal shooters. En dat juist is dit ja. niet. Juist. That's... Ja, The Darkness had ook wel van die tentacles. Weet oh, je, ja. die, dat mm -hmm. dat werkt. Maar dit is wel een wat ander beestje. Mm -hmm. um, maar laten we eerst maar beginnen. Je start zeg maar al in Marshall College. Dus waar Indiana Jones werkt als professor. Um, en hij heeft daar natuurlijk ook uh, die Marcus Brody. Dat is zijn soort van, mm -hmm. ja, die curator van dat. Want het is dan ook nog een soort van art gallery achtig in één. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar um, je begint eigenlijk met het begin, die demo. En, en ze dropten mij in drie verschillende levels eigenlijk. Dus uh, die, over de hele game genomen ongeveer. Mm -hmm. Dus um, ik startte in Marshall College, college en uh, daar is eigenlijk het begin van het verhaal. Wilden wilde jouw leerlingen jou neuken? Zoals in de, zoals in de film ook. <laughs> uh, nou, je kan, dat is wel, het is wel <laughs> grappig, want je, je krijgt ook wel even de tijd om daar rond te neuzen en het, het ziet oh, er wel neuzen. echt... Neuzen? Neuzen. Het is, het is s avonds, het is, het is donker en het is s'nachts en de, de, de hele boel is trash. Je, je krijgt wel de, de de ruimte om daar rond te, te kijken. En, um, <laughs> en, en dus kun, kun je allemaal verschillende... Um, bijvoorbeeld klaslokaal en dan zie je inderdaad een, een, een noot van een meisje... die van eh, ik wil dit en dat. Um, ik wil dit ja, en ja, dat. Ja, ja. dat is best wel een ding geweest in de films. Ja, en, ja. Maar, maar zo kun je eigenlijk overal wel een beetje... Ja, een beetje de sfeer opsnuiven. En dat okay. is wel heel erg fijn... voor een Indiana Jones game... Ja. omdat het zich afspeelt in de jaren dertig. En dat is voor, mij, voor mensen... Zeker tegenwoordig is het, als je, als je dat doet en ze willen het heel goed doen, want ze hebben echt ontzettend veel research gestopt in het maken van, uh, van, van, van uh, echt authentieke posters uit die tijd en, en, en borden en, en whatever. Al die details die zitten daarin. En zeker als je door Marshall College, het ziet er fantastisch uit. Je hebt echt het gevoel van, ik ben echt even een stapje terug in de tijd gegaan en het ziet er gewoon echt heel erg cool uit. Um, je, Komt direct al in een, in een knoppartij terecht. En dat is natuurlijk je eerste knoppartij. En dat gaat waardeloos. Je wordt gigantisch afgemat, natuurlijk. Um, daarna kom je in de Vaticaanstad terecht. En dan kom je wat meer bij de core gameplay terecht. En dat is echt heel erg stealthy. Dus je moet uh, eigenlijk uh, continu een beetje sluipen. Want. Op het moment dat er drie van die gasten op je afkomen, ja, dan klopt. wordt het echt lastig. Want je hebt ook een stemmenen balk. Je kan niet alleen maar heemakers blijven, blijven mm. throwen, zeg maar. Dus je moet echt wel een beetje voorzichtig zijn. Dat vind ik wel grappig, want Indiana Jones in de films ook, hij is best wel fit. Maar hij is niet de allerfitste. Hij blijft een nee, hij een wordt ook best wel ook... vaak gewoon ja, ja, ja. gepakt, zeg maar. Ja, exact. En um, wat ik ook wel interessant vond, wat die, die makers die zeggen dan van... Oké, okay, er zitten natuurlijk guns in, want hoe... Zou het Derde Rijk zo niet echt werken zonder guns, zeg maar? Maar Indiana Jones is niet een scherpschutter. Mm -hmm. Dus het is niet een guy die echt super goed kan schieten. Bovendien, de jaren dertig, guns zijn ook gewoon niet echt. Het meest iconische Indiana Jones met aller tijden is wel een gun moment. Ja, wat, wat, vind, uh, wat vind je het meest iconische moment? Uh, niet, niet wat het grappigste. geval het grappigste moment is, uh, en het is. Dat heeft de acteur uh, Harrison Ford dat zelf aangevraagd. Want hij was die dag gigantisch ziek. Zijn op een gegeven moment zijn ze in Marokko. In de eerste film. In Raiders of the Last Ark. Ja. En dan worden ze achterna gezeten door de nazi's. Um, en dan uh, is hij Marion even kwijt. Is in die Marion ja. even kwijt. En dan kijkt hij om zich heen. En opeens gaat het publiek gaat aan de kant. En dan staat er een gast met een zwarte tulban en een gigantisch zwaard. Die staat ho, 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 oh, en die staat in die uitdagen ja, 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 en Indy, ja. zwetend en ziek ja. kijkt hem af van wat wil je nou? Hij pakt zijn kunnen, hij schiet hem dood en hij ja. loopt door. Ja, 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 ja. Dus is iconisch hilarisch moment. Wat ja, niet ja, eens klopt. eigenlijk had hij echt een melee battle met hem moeten doen, maar hij is ervoor ziek. Hij had geen zin in. Dus hij kwam met die grap. Maar ja, het is een dus, hele leuke scène. Ja. ja, het is een hilarische scène. Ja. Maar hij, hij heeft wel. Je een hebt ook zijn. je hebt ook een revolver. Juist. Maar juist. Uh, kijk, het, het leuke hier dan is, het is ik, ik ben altijd wel een beetje fan van de wat meer stealthy-achtige games. Mm -hmm. Ik vind het wel. Uh, is, en zeker in deze game zou het geen sens maken om een soort van shooter te maken. Want nee. het, uh, het is Indiana Jones. Mm -hmm. En um, gelukkig is het ook niet een soort van legers met naties die op je afkomen. Die, je moet er gewoon. Af en toe er een beetje doorheen sluipen. En uh, je komt natuurlijk in knokpartijen terecht. En het werkt best wel goed. Het is best wel leuk. Je kan blokken. Je hebt natuurlijk die de balk. Je kunt, uh, je, kunt je, 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 ja, je slagen opladen, zeg maar. Zodat je extra hard kan. En je hebt natuurlijk ook de, de, de onvermijdelijke... Buffy guys, zeg maar, die net even harder slaan en ook iets meer kunnen hebben en zo. Dat ja, is dus best wel leuk gedaan. Tot op een gegeven moment dacht ik in een keer van, oh fuck ja, yeah, ik heb een zweep, weet je wel. Oh, ja. Dan komt er in een keer een gast met een, met een knuppel op je af. En dan kan je zo, ptsch, zo, dan haal hij die knuppel uit zijn, uh, uit zijn klauwen. Maar hetzelfde geldt voor wapens. En, um, Als we een badminton game doen, moeten ze echt zoiets doen, maar dan met schild of zo. Ja, nou. Lekker <laughs> een goed idee, ja. En dan struikelen ze zo op je ja, af. Ja, en dan kun je zo. Maar het leukste vond ik wel dat eigenlijk alle stomme gebruiksvoorwerpen. die rondslingen. Zoals een bezem. of een soort van. zo'n fireplace uh, poker, zeg maar. zeg maar. Ja, die kun je oppakken ah, en die leuk, kun je gebruiken. Leuk. En die hebben dan. Een, uh, of een hark. of weet je, okay. Dat soort shit. Dus dat is heel erg leuk. En het, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor geweren. Want ja, op een gegeven moment. Je hebt drie kogels of zo zitten erin. Je kunt niet echt reloaden. Nou ja, dan draai je hem gewoon om... en dan sla, sla je zo'n uh, nazi op zijn okay. achterhoofd. Heel vaak als, als mensen games maken van een bestaande IP... zoals een film... hebben ze het heel vaak over... ja, het is heel waarheidsgetrouw. We hebben het gedaan zoals film. Maar wat ze dan meestal bedoelen... is de muziek zit erin... of de likeness van de acteur ja. zit erin. Hm. Maar... In dit geval beide. In geval, di ja. Inderdaad. Maar dit soort dingen zijn veel belangrijker. Want inderdaad, als je, ik, ik ben een gigantisch fan van Indiana Jones, althans van de eerste drie films. Uh, we hebben het niet over de laatste twee. Um, uh, als je kijkt naar inderdaad hoe dat vechten eraan toe gaat, dat is heel inderdaad paniekerig en heel imp improviserend. Ja. En pakken wat je dat pakken maakt kan. Het heel Weet je, op een gegeven ja. moment in de derde film zit je in een kasteel met nazi's en dan Safaris uh, zit vastgebonden bij een soort open haard. En dan pak hij maar de poker even. Dat dat vertaald is naar gameplay, maakt mij heel erg blij. Ja. Van dat, dat voelt dan echt wel. Het, het is uiteindelijk ook maar gewoon een gimmick. Want in principe zijn het gewoon je, al die dingen die je op kan pakken. Uh, het doet op een gegeven al moment. Ja, doet ja. Ja, en, het doet allemaal hetzelfde. Je kunt het ja. drie keer gebruiken ja. en dan uh, dus, nou, ja, het is het klaar. Het is wat dat betreft gewoon een eenzelfde game. Ja. Maar um, <laughs> <laughs> het is leuk. Het, 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 het voelt alsof het. Het is, het is gewoon. Het geeft plezier. Dat vond ik het allerbelangrijkste. Ja, maar. maar de combat is voor mij niet het leukste, ik, op een gegeven moment was ik dus uh, het, het volgende level was ik in een soort van uh, woestijnachtig gebied met een, uh, een afgraving uh, en zo en toen dacht ik van ik moet nog wel even proberen om die gunplay een beetje te testen dan, want ja ik zit nu een beetje wat meer op afstand, er zijn twee naties voor me, ik heb er eentje hun een collega doodgemaakt met een uh, met een bezem. <laughs> Dus ik pak zijn geweer, zijn even rifle. En, en ik denk: van nou, ik ga die gast even in zijn hoofd schieten. Dus ten eerste is het lastig om te mikken, zeg maar. Dus je bent van een afstandje. Dus ik schiet gewoon zijn helm eraf, zeg maar. Dus <laughs> in één keer komen drie, vier van die naties op me af. En ik heb iets van twee kogels left, weet je. Dus ik. Ik, ik heb voor al die naties twee kogels nodig, zo ongeveer. Oh. Dus het, ik, ik kwam erachter, ja, het is helemaal niet handig. En ik dacht van, nou, ik vind dat eigenlijk best wel leuk. Het is ook niet nodig om hier een shooter van te maken. Dus dat vind ik wel tof. Maar het allerleukste aan Indiana Jones vind ik dat ik op een gegeven moment in Vaticaanstad was en ik heb al die naties uitgeroeid. En ik was op een gegeven moment, uh, ik, ik moest ergens. Toen moest je tegen de eindbaas, de paus. <laughs> Dus ik op pauze drukken. Um, dus op een gegeven moment moet je een schilderij omdraaien. En dan gaat er een leuk. fireplace open. Dus leuk. dat soort puzzels zijn leuk. Precies. Maar op een gegeven moment dacht ik van: oké, okay, en nu? Waar moet ik heen? En ik dacht van: ah, mm, zoeken naar yellow tape natuurlijk. <laughs> Hij mompelt ook niet eens tegen mij: van, ja. uh, nou, misschien moet ik daar Oh, godzijdank. Ja, ja. Ja, dus ik dacht van: oké, okay, maar. Hmm, ik ben hier al geweest, ik ben hier al geweest. Het is allemaal best wel uitgebreid en, en, en je kunt verschillende kanten op. Ik dacht van, oh, wacht eens even. Ik kijk omhoog. Zo, ja, het is inderdaad een balkje en dan kan ik met mijn zweepje zo, pap. Weet je. En toen dacht ik, ah, ik voel me wel een soort van zelf-Indiana Jones. En dat is wel fijn, weet je It wel. Dat je dus like niet dat yep. ja, maar wat, wat het is een beetje zo'n PlayStation virus dat je met in God of War en But in oh, Horizon, beginnen er niet over. Dat, dat je gewoon de hele tijd dat, dat mompelende ja. wijsneuzige toontje van ja. oh, misschien moet ik dit even doen. Oh, misschien moet ik dat even zijn doen. zijn als de even... dood dat je niet elke seconde engaged bent. Ja. Ja. ja of dat je of afhaakt dat je zelf moet nadenken. Ja. ja. Of dat je afhaakt omdat je omdat je vast bent gelopen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een Terwijl beetje. Nou, ondertussen, ja. weet je, bijvoorbeeld uh, Miyazaki, weet je van Elden Ring en Dark Souls, op zijn beste gebieden, achter optionele geheime muren. They don't give a fuck. Ja, ja, laat een een gamers gegeven, ja. het zelf uitvogen. Ja, lekker. Ja. En dat vond ik wel, uh, wel heel tof van deze game. En dat wordt eigenlijk alleen maar beter. Want op een gegeven moment kom ik dus in die excavation site, zeg maar. Dus gewoon enorme wijts opgezette uh, missiegebied, uh, waarin je dus niet alleen de main missie moet doen, maar je komt ook gewoon geheimen tegen. Je praat met mensen die zeggen van, oh nou, volgens mij is er ergens een schat uh, daar en daar, maar die nee, hebben die naties nog helemaal niet gevonden. Het is allemaal side content waar je dus ook heen kan gaan. En toen dacht ik van, oh, ik voel me wel echt een beetje Indiana Jones. Ik was zo bang dat... dat ze dat zouden verneuken door inderdaad wat jij net zei dat dat die, dat dat gelul van side characters die dan die dan de juiste kant op duwen of zo ja nee, ik dacht Want in, dat is ook wat uncharted doet en dat ja, is eigenlijk een ja, beetje de moderne dat, daar was ik een beetje bang voor dat, dat het echt een soort van uncharted was maar dan first, first person, person ja. en dat is het dus niet ik voelde me echt weer een beetje iemand die gaat ontdekken en die bij een puzzel niet zijn handje wordt vastgehouden. maar dat je gewoon echt even na moet denken uh, Natuurlijk gebeurt het op, tot op zekere hoogte wel, want in het begin dan is, is, je, is, is die art gallery trashed in Marshall College en dan moet je bepaalde dingen weer terugzetten om erachter te komen van, ja, wat, wat, heb, wat missen we nou eigenlijk? En dan wordt niet echt helemaal uitgelegd, maar soms dan zegt je, die Marcus zegt van, eh, I don't think that dat was daar, right? En dan ga je nog even kijken: van oké, okay, uh, dit is de Sphinx. Dus dat hoort ergens bij de Egyptische mm, yeah, yeah, mythologie. Yeah, yeah. Dus ga je daar even kijken, weet je. Dus dat is wel, uh, wel heel tof. Want dat is denk ik wel moeilijk te vertalen. Een van de dingen die heel erg belangrijk is voor de films. Dus inderdaad, in de films heb je ook die momenten. Dan heeft Indy heeft een paar aanwijzingen en hij moet dan iets vinden. Ja, yeah. um, en hij krijgt dan altijd dat moment van, dat, die in, dat ingeving van... oh ja, dit is wat ik moet doen, omdat ja. hij een geleerde is. Dus hij kent, hij kent, hij kent ja, al Latijn, hij kent Grieks, hij, hij kent de geschiedenis. Hij weet bijvoorbeeld ook, in de eerste film ook bijvoorbeeld... heeft hij zo'n medaillon waar licht doorheen moet... maar dan moet ja. hij op een stok zetten. Ja. En de lengte van de stok wordt dan, uh, in, 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 dat wordt dan gemeten... volgens de oude Hebreeuwse meet ja. maatstaven. De ja. Naties weten dat niet. Ik vraag me wel af, aan, hoe vertaal je dat naar een game... waarbij dan de intelligentie van Indiana Jones... is de intelligentie van de speler zelf, snap je? Ja. Ja. Dus je, moet, je, je kan niet meer die super soort van oudse... Nee, maar het is wel dat... Je, ik denk dat het wel wat dumbed down is inderdaad. Want ik heb niet wel, heel veel van dat soort uh, puzzels gehad. Maar ik denk... Ja, maar, uh, ik vond het wel fijn dat ik niet te extreem aan mijn hand werd vastgehouden. En ik denk dat dat juist uh, ook wel de bedoeling is. Omdat je dus... Het is niet echt een actiegame. Het is meer een avontuurgame dan een actiegame. Ja. En uh, het enige waarvan ik me een beetje afvroeg, was die combat, inderdaad, het is, het is leuk, maar op normal mode. Want je gaat zo'n demo niet meteen op hard spelen, want wie weet. Ja, wat, natuurlijk. Hoe, nee. wat, je hebt maar twee uur, weet je wel. Ja. Maar het was net even iets te makkelijk. Ik kon, mm. Kijk, het is de insteek dat je dus niet een superheld bent en ja. wat dan ook. En je moet wat steltie doen. Maar op een gegeven moment besef je, ja, oké. Okay. Paf, paf, paf. Ik ga weer naar de volgende. Paf, paf, paf. En dan kan ik even vrij rondlopen. Weet je? Dus, dit, dus ik had zoiets van, oké, okay, op norma normal is het iets te makkelijk. Je had en... niet echt de spanning van, oh, ik kan elke elk seconde... Nee, op een gegeven moment niet ja. meer. Want op, ja. je krijgt ook bepaalde skills, die kun je toevoegen. Dus uh, die, die vind je in de in levels en die kan je dan vrijkopen met geld wat je hebt. Dan bijvoorbeeld dat je fedora, uh, als je wordt verslagen zelf... dus zelf nog koud wordt geslagen, dan gaat je, je je hoedje weg. En als je die, dan lig je een beetje zo dazed. En als je die dan weer opdoet, dan krijg je weer zo'n moment dat je denkt zo, haha, ik ben er weer, weet je. Ik doe mijn hoedje weer op. Dat, leuk, ja. leuk, leuk, dat leuk, soort leuk. dingen zitten erin. Ja, ja, ja. Of dat je iemand verslaat met je, met je vuisten... en, en uh, daarna uh, refilled je stamina direct weer. Ja. Dat soort skills leuk. zitten er ook in. Um, maar ik had wel een beetje het gevoel van oké, okay, hoe lang blijft dat is, deze Dat was trouwens de enige goede mechanic van Duke Nukem Forever. Die had een egometer, als een soort van stamina oh, meter. Ja, dus als, dat, je dan, ja. als je dan dingen deed waardoor je ego vergroot werd, dan weet je sterker. Dat is zo geweldig. Ja. Goed. <laughs> egometer, <laughs> ja. awesome. Ja. Maar ik, ik dacht wel van oh, hoe lang blijft dit nog leuk, ja. die combat? Maar voor de rest werd ik wel heel erg blij verrast met uh, de vrijheid en... Een, de avontuurlijkheid die er in de game zit. Indiana en... Jones staat synoniem voor avontuur, dus dit maakt me heel erg blij. Tegelijkertijd zei je wel van, het, het is veel meer een avontuurde game dan een actiegame, thank god. Maar de films staan wel bekend voor wanneer er actie is. Heeft het echt wel een paar van de meest, bijvoorbeeld iconische achtervolgingsscènes, bijvoorbeeld ja. met, met voertuigen en, en turrets bijvoorbeeld. Ja. Heb je daar wel ook iets van meegekregen? Nee. Nee? nee, dat heb ik niet meegekregen. Um, hij, er zitten er zit er er zeker van dat soort momenten. Er nou echt momenten anders. in dat hij van, 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 van busje naar busje springt... terwijl de ander wordt opgeblazen. Dat zit er sowieso en... in. Van die er maar goed, zin. kijk, weet je... Er zit, er zit heel veel Indiana Jones liefde in sowieso. Op een gegeven moment dan uh, kom je in een, in een tentje terecht... waarbij je uh, met, met een... ik wil het zeggen inpochteling... maar een Egyptenaar praat uh, over de nazi's die daar... <laughs> en die met heeft, een untermensje. <laughs> die... Uh, een huisdier heeft en dat is toevallig een slang weet je oh, maar, nou, en die vraag van, van oh kan jij uh, die slang even voeren en dat dat, dat, dat levert er weer helaas situ ja. situaties op um, maar wat ik wil uh, wat wilde ik ook weer zeggen hierover um, over over de slang nee oh. Um, oh. Um, trouwheid, trouwheid aan de film goed nee, nee, nee ik, ben ik ben het even kwijt is. nee ben ik ben het even kwijt Ah, shit, ik had het wel. Uh... Ik heb je afgeleid, sorry. Dit no. is so okay. Ja, Dit is altijd. Nee, ah, ik, had, ik had een train of thought en die werd yeah. ontzettend derailed. Zeg Straks maar. zijn we klaar met opnemen en zeg je. Ja, dat was een <laughs> fuck. <laughs> ja. Nee, maar goed, uh, dit, dit is voor mij uh, was het echt. Aan de ene kant denk ik van oké, okay, uh, die combat, ik hoop dat die uh, fris blijft, zeg maar, dat het niet. Een soort van sta standaard ding is waar je even doorheen moet... om dan weer verder te gaan met dat avontuur. Mm -hmm. um, tegelijkertijd was ik heel erg blij van, van, van de vrijheid... en het avontuur uh, wat je hebt. Um, wat, je kan bijvoorbeeld ook uh, een soort van underground knokclubs uh, of zo. Dat je daar een beetje, beetje, ja, een beetje ja, kan oefenen, zeg maar. Ik hoop dan voornamelijk dat ze de, de, het knokken leuker maken door veel meer environmental shit te doen. Want dat zit heel erg in de films. Uh, bijvoorbeeld dat op een gegeven moment is je aan het vechten op, op een soort hangergebied en dan gaat een van die propellers aan van een vliegtuig en dan moet hij die gro grote gast mm. in die propellers slaan, mm -hmm. zodat hij helemaal aan stukken gescheurd. Weet je, dat soort, ja. dat soort dingen zou ik vinden. Ja, weet je wat mijn favoriete film is? Uh, mijn favoriete nou? Indiana Jones film is uh, The Holy Grail. The, 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 the Last Crusade. Met ja. Sean Connery mm -hmm. en de dat is vooral omdat ik een enorme Sean Connery fan ben. Ik vind dat een fantastische acteur en ik die chemie tussen die twee is fantastisch. Ja. Ja, um, maar ik, ik, ik kan me die film nog zo goed herinneren eh, vanwege omdat hij zo leuk was, maar ook omdat hij zo gruwelijk was dat hij op een gegeven moment dus die, die, uh, die, die Heilige Graal dan geeft hij die Natie die, Nazi die uh, de de verkeerde Heilige Graal en dan Verschrompelt die eigenlijk voor onze ogen? En dat, nou, het is voor, voor mij echt een soort van trauma, bijna. Ja. Maar eigenlijk, in al die films gaat er wel iemand op een afschuwelijke Super manier dood. Manier en het dood, is altijd ja. met, met het hoofd. Af. Of zijn gezicht smelt. Of ja. hij, of hij on, zijn hoofd ontploft. Of implodeert. Het is, of... Altijd ook, uh, het is bijna altijd ook door een bovennatuurlijke um, ja. oorzaak. Hè? In, uh, in de eerste ja. in Raid of the Last Ark doen ze de Ark des Verbonds open, waardoor de doodsengelen eruit komen. Ja. Die smelt inderdaad die natiehoofden. Ja. In de tweede zijn het die, die uh, Hindoestaanse stenen die beginnen te gloeien, waardoor uh, die, 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 die brug stort in, en dan worden ze opgegeten door de krokodillen. Dan heb je inderdaad in de derde is het de, 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 de graal, de heilige graal ja. de verkeerde, waardoor die ja. snel sterft, in plaats van jonger wordt. Uh, in de vierde vinden ze een Asteekse tempel. En dan zetten ze die crystal skull erop. En dan worden, uh, smelt al die skal samen tot een alien. En die kijkt dan die bad guy in de ogen en dan smelt er de ogen. Die, ja, die branden ja, ja. Oh, helemaal shit. op. Volgens mij heb ik die niet gezien. Oh, die is nog wel okay. De Die is King, met Shia above. Dat is als zijn zoon. Kingdom of the Crystal Skull. Met. Um, ik weet het niet meer. Hoe heet dat is niet met de Nazi, maar met de Russen. Is dat? Oh. Dat ze allemaal. Dat ze, ze hebben van die. Heb uh, gezien, van die glazen schedels. Oh, misschien en, moet ik die nog even kijken. Die is wel leuk. Die is op okay. zich wel leuk. Er zitten een paar. Kijk, um, zegt, zegt de koelkast jou iets in de context van Indiana Jones? de fridge moment? nee. oké, okay, heel veel mensen zeggen, je kent jump the shark ken je wel als een term toch? wanneer ja, een franchise ja, ja. iets stom doet. mensen zeggen Indiana Jones uh, jumped the shark toen Indy in de, in de koelkast ging zitten. maar als je het niet hebt gezien dan nee, nee, ga, nee, ga nee, maar nee, kijken, we ga we maar okay. kijken, okay. Dan gaan we okay. het volgende keer over hebben. Ja. Okay. Ja. <laughs> nee nou, ja, goed, ik, ik heb in ieder geval um, wel een soort van gerustgesteld gevoel overgehouden aan mijn tripje naar Londen. precies. Uh, en dat is vooral gewoon omdat het in die ademt Juist. de ja. humor, de, het avontuur. Um, het is natuurlijk zelf puzzels uitvogelen. Ja, d dat deed me gewoon heel erg veel plezier. Leuk, en man. Ik man, zin in. Ja, ik denk wel dat het een, uh, een leuke game hij hij is. Hij komt dit jaar nog toch?